Goedenavond allemaal. Ik ga alvast beginnen. Volgens mij hebben we al heel veel mensen binnen en blijf misschien nog wel even binnenkomen. Welkom op onze online ledenbijeenkomst. Voor degenen die al eerder hebben gekeken, weet dat Anne-Carlijn dit normaal doet. Het is een beetje een verrassing dat ik het misschien doe. Is voor mezelf ook een verrassing. Ja. Maar Anne-Carlijn is inderdaad ziek. Ik neem vandaag van haar over. Ik ben Teerza Westland en ik zit ook in het bestuur van de kostuumvereniging. En voordat ik onze gasten ga voorstellen, wil ik eerst wat huishoudelijke mededelingen doen. Het is heel belangrijk dat iedereen zijn camera en zijn geluid uit heeft staan. Oh, dan moet de camera uit. Ik weet niet of dat bij iedereen nu het geval is. Controleer het nog even of de camera en geluid uitstaan. Mocht u naar de hand of tijdens de presentatie vragen hebben, stuur ze vooral naar ons door. Hartstikke leuk. Dan kunnen we die aan het eind gaan stellen. Vragen kunnen gesteld worden in de chat of kunnen gemaild worden naar ons mailadres contact@kostuumvereniging.nl. Het is duidelijk. Heel duidelijk al. Hallo. Ik hoor nog hier en daar wat geluid. Dus als iedereen geluid en camera uit kan zetten. Heel fijn. Nou, vandaag hebben we ook een hele leuke gast. Gevonden door Commissie Dagen. Daar zijn we heel erg blij mee. Vandaag is Sabine Bok de gast. Zij is beeldend kunstenaar en doet ook onderzoek naar batik. En zij, u kent haar misschien al. Zij heeft eerder al een keer een lezing gegeven voor de kostuumvereniging in 2013. En schrijft ook onder andere voor Modemuze, geeft volgens mij ook heel veel lezingen. Maar ik denk dat ze dat zelf heel goed kan vertellen. Dus dan geef ik nu heel graag het woord aan Sabine. Dankjewel. Ik ga even kijken of ik mijn presentatie meteen kan delen. Die heb ik openstaan. Zo, is mijn presentatie in beeld? Kan ik een duimpje krijgen? Ja, super. Dan ga ik van start. Wel, welkom allemaal. Fijn dat jullie hier allemaal zijn vanavond. Ik ben dus Sabine Bolk en ik ga een korte presentatie geven over het maken van batik en het dragen van batik, memakai in het Indonesisch. En hier zie je ook meteen op de foto een dame aan het werk. Maar eerst even nog een korte introductie over mezelf. Ik ben beeldend kunstenaar en batikonderzoeker en de afgelopen 11 jaar verdiep ik mij in batik. In 2009 maakte ik... Volgens mij valt het geluid even weg of ligt aan mij. Sabine, excuus, het geluid valt inderdaad heel even weg. Eén momentje, kijk even of ik dat recht kan trekken. Sorry. Sabine, kun jij nu... Horen? Check, gelukt. Je bent weer te horen. Excuus. Dan beginnen we gewoon even bij de introductie. Ik weet niet tot waar jullie het hadden gehoord. Wacht even hoor, want ik zie nu... Moet ik even opnieuw mijn presentatie delen of is die nog wel in beeld? Ik zie nog wel wat. Okay. Presentatie is nog in beeld, ja. Prima. Mijn scherm was even veranderd, dus ik dacht even vragen hoe het zit. Oké. Wacht even. Hoe deel ik dit in? Zo. Goed. Ik ben de Sabine Bolk en de laatste 11 jaar met batik bezig. En in 2009 maakte ik dus mijn eerste reis naar Indonesië. Ik verbleef toen een maand op een jaar om daar meer te leren over batik. En ik begon toen ook met mijn blog, De Reis naar Batik. Na mijn eerste reis had ik nog zoveel meer om te delen. Dus toen ik thuis kwam van mijn reis, bleef ik bloggen over mijn ontdekkingen, onderzoek, het werk wat ik maak en mijn reizen. In 2016 verbleef ik maar liefst 3 maanden op Java om het maakproces van wat ik te documenteren. De foto die jullie hier in beeld zien is van mijn laatste bezoek aan Java afgelopen oktober. Ik zit daar in het midden. En dit is op 2 oktober en dan wordt heel groot batikdag gevierd, Hari Batik in Indonesië. En ja, wat doe je dan? Batik maken. De laatste 11 jaar gebruik ik batik dus als inspiratiebron in mijn eigen werk. Je ziet hier links een foto van Tari Batik.
Dat is een korte film die ik heb gemaakt in 2016 met deze dans in de hoofdrol. En die werd ook gisteren op de Facebookpagina gedeeld van de kostuumvereniging. Dus daar kun je hem terugvinden. Maar hij staat dus op mijn YouTube kanaal. En rechts zie je een foto waar ik een tijdelijk tapijt leg in Pekalongan in Museum Batik. En ik leg daar dus een tijdelijk tapijt gebaseerd op een batikmotief Bukitan. En ja, ik werd al even kort gezegd. Ik schrijf dus voor Modemuze. En ik ben ook sinds juni 2019 Research Associate bij het Research Center for Material Culture. Heel lang. In het kort dus RCMC in Leiden. En bij RCMC doe ik onderzoek naar batiks uit de collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Dus dat zijn de batiks in de collectie van het Tropenmuseum in Amsterdam, Museum Volkenkunde in Leiden en het Wereldmuseum in Rotterdam. En in mijn huidige onderzoek richt ik mij op batiks gemaakt tussen 1840 en 1890 met een Indo-Europese invloed. Maar wat is batik? Batik is een uitsparingstechniek waarbij met heet was patronen worden aangebracht op katoen, zijde, maar ook andere stoffen en het kan zelfs op hout. De naam batik verwijst altijd naar de stof gemaakt met deze techniek. In 2009 werd batik opgenomen in de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Indonesië. Sindsdien wordt batik enorm gepromoot, maar wordt nog steeds niet genoeg beschermd. Je ziet me hier op de foto met Ibo Ramini. Zij is batikmaker en runt de werkplaats KUB Sri Kandi. En ik was daar afgelopen jaar weer en daar kocht ik toen dit prachtige doek bij haar. Batik is dan wel officieel erfgoed van Indonesië. De techniek batik is ontzettend oud en het wordt eigenlijk wereldwijd beoefend. De oudst gevonden stoffen met deze uitsparingstechniek zijn gevonden in Egypte. En vandaag de dag wordt batik beoefend in onder andere Ghana, Gambia, India, Sri Lanka, Maleisië, China en Australië. En natuurlijk ook Europa. Toch is Javaanse batik uniek in zijn soort. Het gebruik van de chanting komt oorspronkelijk van Java. En ook heeft het een hele eigen patroonleer. Hier op de foto een ontwerp van mijn hand, maar gebaseerd op het design Pagi Sore. Pagi Sore betekent eigenlijk dag-nacht of eigenlijk dag-namiddag. En een Pagi Sore heeft dus twee kanten, dus een licht en donkere kant. Maar je kunt hem ook dragen aan twee kanten. Dus je begint in de ochtend met de ene helft van het doek aan de voorkant en de andere wissel je hem om. En deze is ook uitgevoerd door KUB Sri Kandi. Hoe wordt batik op Java gemaakt? Hier op de foto drie makers uit de regio Batang, gelegen aan de noordkust van Java. Van links naar rechts, Ma Siyum, Ibo Rasmina en Miss Neural. Alle drie zijn ze met een chanting het katoen aan het voorzien van een motief. Dit doen ze met hete was. De was bestaat uit een combinatie van bijenwas met onder meer hars. Op Java gebruiken ze een chanting om de was aan te brengen. Dat is een soort koperen waspen. En we noemen dit soort batik tulis. En ze doen het ook met een koperen stempel en dan heet het batik chap. Na het aanbrengen van de was gaat het doek in een verfbad. Oorspronkelijk gebruikte men natuurlijke verfstoffen. Deze werden gewonnen uit onder andere planten, vruchten en boombasten. En tegenwoordig worden veelal synthetische verfstoffen gebruikt. Synthetische verfstoffen kwamen al in de 19e eeuw naar Indonesië. Toen nog Nederlands-Indië en kwamen vanuit onder andere Duitsland. Pas vanaf begin 20e eeuw schakelden de meeste batikerijen ook over naar deze verfstoffen. Hiermee verdween helaas ook deels de kennis over het verven van of verven met natuurlijke kleurstoffen. En hier op de foto links zie je de poeders en het receptenboekje van Ibo Ramini. En eigenlijk worden de recepten geheim gehouden, dus ik had hier eigenlijk geen foto van mogen maken. En rechts zie je een doek die door een verfbad is gegaan, of door een verfbad gaat, en daarboven hangen de doeken uit te druppen. Na het verven en het drogen van het doek wordt de was eruit gekookt. Dit gebeurt in Java vaak in een vat boven een vuur, zoals je op de foto's ziet. De was wordt er echt uitgekookt in water, en soms wordt er aan het water iets toegevoegd om de was beter eruit te krijgen en tevens om de kleur te fixeren. Voor iedere kleur worden al deze stappen herhaald. Dus na het uitkoken en het drogen komt er weer een nieuwe laag was op en gaat het weer door een verfbad. En soms kan het doek dus soms wel tot 5 kleuren of meer bevatten. Dus
Dat zijn elke keer al deze stappen 5 keer. Nu het dragen van batik. Ik denk dat dit het beeld is wat we in Nederland het beste kennen. Maar dit is dus eigenlijk een typische Indo-Europese manier van batik dragen. Aan het eind van de 19e eeuw droegen op Java en andere Indonesische eilanden Indo-Europese, Europese dames, maar ook Chinees-Europese en andere gelijkgestelde dames batiks met daarop een witte kabaya. En dat is een kabaya is eigenlijk een soort blouse waarbij de randen afgezet zijn met wit katoen. Of wit kant, sorry. De batiks zelf werden ook speciaal voor deze bevolkingsgroep gemaakt. En in mijn onderzoek voor RCMC focus ik mij juist op deze batiks. Op Java droeg eigenlijk elke bevolkingsgroep batik, maar wel op een eigen manier. Ook buiten Java, in Sumatra en wat we nu als Singapore en Maleisië kennen, werd batik van Java gedragen. De batiks werden gemaakt door en voor specifieke groepen, van vorsten tot nieuwkomers. Zo hadden de kratons, de vorsten van Java, hun eigen werkplaatsen. Nu staat vaak in boeken dat bepaalde kleuren en motieven horen bij bepaalde groepen. Dat is deels waar. Maar er werd ook gewoon gedragen wat men mooi vond. Persoonlijke smaak is een belangrijke factor. Veel batiks werden immers op bestelling gemaakt. Op deze foto de adellijke familie uit Kudus, gelegen aan de noordkust van Java. En ze dragen hier alle typische Sogan-kleurige batiks. Dat zijn batiks met bruin en donkerblauw. Ik weet dat het een zwart wit foto is, maar ik weet dat de batiks er zo uitzagen. En ze hebben allemaal vorstelijke motieven. En de vrouwen dragen mooie, lange, donkere kabaya's daarop. Hier nog 2 mooie foto's uit het KITV-archief. Links Sultan Haminku Buwono de 8e. Hij draagt hier alleen een batik als een heupdoek. Met erop een heel groot parangmotief. Dat motief mocht alleen hij op dat moment dragen. En rechts een rijke dame. Waarschijnlijk Chinees of Peranakan-Chinees. En zij draagt een zwarte baju, dat is een soort simpel jak of hemd. En ook is haar batik weer anders gevouwen dan bij de Indo-Europese en Javaanse dames. Het meisje aan haar voeten is niet haar dochter, maar waarschijnlijk een tot slaaf gemaakte. Ze is rijkelijk aangekleed om met haar te pronken. Dit kennen we helaas ook uit de Nederlandse schilderkunsttraditie. Bij batik denken we vaak dat het een typische drag voor vrouwen is. Maar batik is juist eigenlijk genderneutraal. Van oorsprong alleen door vrouwen gemaakt, maar het dragen werd door iedereen gedaan. Al werden er verschillen aangewezen in kleurcombinaties en motieven als zijnde typisch mannelijk of vrouwelijk. In realiteit is dat veel meer gemixt. Vaak is wel de knoopwijze anders bij mannen voor de sarong of kain panjang. De kain panjang is de lange rok of doek en de sarong is de dichtgenaaide kokerrok. Op de foto zie je goed op een rijtje verschillende bind- en knoopwijzen. Van links naar rechts zie je links eerst een omgeslagen sarong zoals we eerder ook bij de vrouwen zagen. En in het midden een mooie waaiervouwwijze. En aan de rechterkant een lossere omgeslagen sarong. Batik heeft vandaag de dag enorm gewonnen aan populariteit bij mannen. Deze foto maakte ik vorig jaar in oktober. De batiks tot kokerrok dichtgenaaid worden losjes gedragen met vaak de kapala, het hoofd, aan de achterzijde. En deze dracht is populair juist onder de moslimgemeenschap als een rok. Door anderen wordt het juist eerder gedragen als op maat gemaakte blouse. Batik werd in de 19e eeuw ook veel gedragen als broek door mannen. De chalana, batikbroek, werd door zowel de nieuwkomers als de lokale bevolking gedragen. Links een foto uit Aceh, Noord-Sumatra, met aan de linkerkant 2 mannen met een batikbroek. En daarop ook een doek omgeslagen. En rechts een Indo-Europese man met een batikbroek voor zijn huis. Voor de stichting Tong Tong ben ik bezig met een onderzoek naar de ontwikkeling van batik als kleding van mannen. En deze batikbroeken zullen hierin ook uitgebreid aan bod komen. En hopelijk kunnen we hierover volgend jaar meer delen. Terug naar batiks gedragen door vrouwen. Veel van de batiks waarin we een Indo-Europese invloed herkennen, werden ook gemaakt voor Europese en Indo-Europese dames. In de tentoonstelling Kruispunt Rotterdam in het Wereldmuseum hangen nu enkele voorbeelden hiervan, waaronder deze waar ik ook onderzoek naar deed.
Dit doek heeft aan de bovenzijde een extra rand. De standaard sarong was vaak te kort voor Europese dames. En met deze extra band was die net lang genoeg. En het doek toont dus een bonte verzameling aan vruchten en dieren op de badan. Dat is het gedeelte met de blauwe achtergrond. En dan is het gedeelte met de driehoeken en de ruiten is dan de kapala, het hoofd. De dieren lijken afkomstig uit prentenboeken, maar het fruit komt juist wel echt in Indonesië voor. Van dit doek is een voorbeeld terug te vinden op een foto uit het KITOV-archief. Deze foto van rond 1870, hier aan de linkerkant, toont een dame in een fotostudio. Ze draagt een langere witte kabaya op haar sarong, die een motief heeft met grote slangen. Haar losse haar en haar losgedragen batik bevestigen dat deze foto inderdaad oud is en dat zij mogelijk van in de Europese afkomst is. Een ander doek, ook te zien in de expositie in Rotterdam, is deze. Het doek heeft een motief genaamd Bua Anggur, dat druiven betekent. We zien over het doek verspreid drie druivenranken als een soort levensbomen, gevuld met druiventrossen, grote bloemen en nog grotere hanen. De druiven zouden verwijzing kunnen zijn naar het christelijk geloof, al komt de druif ook vaak voor in Chinese en Arabische sierobjecten en stoffen. En ook van dit doek een mooi voorbeeld op foto uit ook het KITV-archief rond 1870. En de omschrijving van deze foto zegt huishoudster met dochter, maar aan haar sieraden, de witte kabaya en de geborduurde slofjes zouden we eigenlijk eerder vermoeden dat dit een njai is, wat dus een concubine was van een Europeaan. Over het dragen van batik zijn vele boeken te vinden. Hier een foto van een kleine selectie uit mijn eigen boekenkast. Elk Indonesisch eiland heeft een eigen dracht. Vaak hebben ze ook een eigen textiel en op Java is dat dus batik. Op Java heeft elk motief een eigen motieven en verschillende kleurcombinaties. Er zijn boeken die alleen gaan over batik gemaakt op bepaalde plekken. Maar er zijn ook veel algemenere boeken waar alle andere textielen in voorkomen. Bijna elk boek over batik geeft aandacht aan de draagwijze en dragers. Maar er zijn ook boeken die puur over sarong kabaya gaan of over de adat. Dat is de cultuur rondom de vorsten van Java en de traditionele klederdracht bij belangrijke gebeurtenissen, bruiloften. Altijd concurreren met de print. In te stoffen met alleen maar een batik motief. Maar in het straatbeeld zie je het toch nog helaas weinig. Hier enkele foto's die ik de afgelopen jaren op Java maakte. Je ziet links en rechts batik op de catwalk. En linksboven en in het midden zie je batik zoals het verkocht wordt in de malls. En in het midden zie je een vriendin van mij, Hanif. En dit is de hoofddoek die zij zelf met batik versierd had. Ik zelf doe hier in Nederland verschillende activiteiten om batik te promoten. Batik is dan wel het erfgoed van Indonesië. Maar het kan en zou door iedereen gedragen moeten worden. Al zeg ik dat zelf. Hier enkele van mijn activiteiten. Samen met Guave, een Nederlands kledinglabel dat met batik werkt, had ik een stand op de Tongtong Fair in 2019. We hadden gehoopt het dit jaar ook te doen, maar dat ging niet door. En we zijn nu aan het kijken of we op een andere manier ons programma kunnen doen. En in maart van dit jaar kwam het Indonesische kookboek van Marijn Tan uit. Ik heb hem hier ook liggen. Ik zal hem straks nog even laten zien. En hierin stelde ik de doeken samen per hoofdstuk. Dus naast batik vind je vele andere prachtige textieluitingen van Indonesië. En rechts, ja, een welbekend plaatje van Zoom voor jullie waarschijnlijk ook. Dit was van de Zoom die ik recentelijk gaf. Ik wil deze presentatie graag eindigen met een shout-out naar de batikmakers. De Pem Batiks hebben het sinds het uitbreken van COVID enorm zwaar. Vaak moeten ze het hebben van toerisme of batiks die gekocht worden voor feestdagen of bruiloften. Vele werkplaatsen waren enkele maanden gesloten. Gelukkig zijn de meeste wel weer gestart en wordt er wel weer wat verkocht. Maar ja, we moeten onthouden dat er zonder makers geen batik zijn.
Dus support de makers door Batiks te kopen. En ja, dat kan ook via mij. En ik wil jullie allemaal hartelijk danken. En er waren al wat vragen, dus dan is het nu tijd voor de Q&A. En dan stop ik met het delen van mijn presentatie. Even kijken dat ik niet... Oké, verkeerde druk. Volgens mij moeten we er nu weer zijn. Ziet er goed uit. Ja, goed. Bedankt in ieder geval al voor je presentatie. Ik wil nog even herhalen voor de mensen die wat later binnenkomen. Als je vragen hebt, stuur ze vooral of in de chat of naar contact@kostuumvereniging.nl. Sabine, je hebt al heel veel verteld, dus ik hoop dat ik niet heel erg in herhaling ga vallen. Maar ik heb inderdaad al wat vragen vanuit de vereniging. Ja. En ik zou graag willen beginnen met de vraag hoe jouw interesse is begonnen. Is het iets dat je al heel lang leuk vindt? Of? Even kijken, mijn interesse... Ja, ik ben dus echt actief begonnen 11 jaar geleden. Maar ik kende Batik al wel van thuis uit. Mijn oma verzamelde al doeken. En als kleinkind mocht ik daar dan ook mee spelen. Dus ik kende het al van kleins af aan. Maar ik ben echt pas na de kunstacademie weer opnieuw met Batik begonnen. En dat had er eigenlijk mee te maken dat ik heel veel met patronen aan het werk was in mijn eigen werk. En ik zocht naar iets waar, ja, waar patronen echt betekenis hadden en waar echt verhalen mee verteld werden. En toen kwam eigenlijk weer Batik op mijn pad en dat klikte weer. En ik ben er sindsdien niet meer mee opgehouden. Oh, heerlijk. Ik zie achter je ook iets moois hangen. Ja, ja, ik heb inderdaad wat doeken hangen achter verzameld. En deze zijn, dus het zijn allemaal doeken van de noordkust van Java. En zijn batiks, dat draag je ook zelf heel veel? Of is dat meer dat je echt leuk vindt om te maken? Ja. Kijk, dat is goed. Ja, ik zou het liefst elke dag batik willen dragen. Maar het is natuurlijk het Nederlandse weer niet altijd even geschikt. Maar dat is dan wel weer leuk aan dus bijvoorbeeld label Quaver. Die maken dus kleding die ook weer hier gedragen kan worden. En ik laat dus altijd kleding op maat maken als ik op Java ben. Omdat ik dan het hier mooi kan dragen. Dus, groot geluk. En ik kan me ook voorstellen dat als je zelf heel erg mee bezig bent met het maken. Dat het je dat ook heel leerzaam is om voor je onderzoek. Ervaar je dat ook zo? Zeker, ja. In eerste instantie, dus toen ik naar Indonesië ging, was mijn doel heel erg gericht op het leren maken zelf. Daar ben ik eigenlijk van teruggekomen, omdat het ontzettend moeilijk is. Was daar dus bij verschillende mensen op bezoek. En ik mocht dan bijvoorbeeld mee proberen wat ik maak. En dan zat ik echt bij het kleuterklasje, want dat was echt dan echt jonge kinderen die dan ook aan het baat waren. En die waren dan al beter dan dat ik was. Maar ik ben op een gegeven moment, toen ik weer terug was in Nederland, ook het gewoon meer gaan proberen zelf en op gaan pikken. Omdat het je natuurlijk wel een rijkdom geeft aan hoe het gemaakt wordt. Want ik wou nog even, ik had hier nog even een chanting klaar liggen, want ik weet niet of die op de foto's goed te zien was. Maar dit is dus de waspen waarmee gewerkt wordt. Het heeft dus een bamboe tuit en dan gaat eigenlijk, zeg maar, hier je was in. En dan uit het tuitje komt het. Dus zo teken je eigenlijk. En ik heb ook nog een chap. Dus de stempel. En ja, ik weet niet of je het patroon heel goed kunt zien. Maar deze worden dus ook helemaal op met de hand gemaakt. Maar als ze eenmaal af zijn, heb je natuurlijk gewoon vrij makkelijk een productiesysteem. Die wil ik nog even laten zien. Hartstikke mooi. En dat proces wat je dan net vertelt, het is overal wel een beetje hetzelfde? Of merk je dat het heel erg verschilt per land of streek? Of? Nou ja, op Java zelf wordt eigenlijk overal dus met de chanting gewerkt of met de chap. Dat is eigenlijk omdat de chanting is, zowel de chanting als de chap zijn echt Indonesische uitvindingen. En daarna is eigenlijk de chanting naar meer landen gegaan. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook de Chinese variant liggen. Want in Zuid-China wordt dus ook batik gemaakt. Maar dit is echt een heel kleintje maar. Maar in China gebruiken ze dus dit pennetje. En eigenlijk is dit dus zeg maar... Ja, ze tekenen... Ze houden hem echt rechtop als ze ermee tekenen. Maar... Batik wordt dus altijd wel met hete was gedaan.
Maar de, heel veel plekken gebruiken ze gewoon kwasten. Of er worden ook stokken gebruikt die ontwikkeld zijn met ijzerdraad. Eigenlijk vrij divers. Maar hoe op Java de chanting gebruikt wordt, is wel echt uniek. En je vertelde net al iets over de verschillende manieren hoe batiks gedragen kunnen worden. Ja. Dan vraag ik me ook nog wel heel erg af, zit er nou nog verschil in hoe je zoiets knoopt? Of hoe doe je dat überhaupt? Spelt je dat? Of... Ja, ik heb wat klaar liggen. Kijk, dat zou ik graag horen. Precies. Ik had even een, ik zou de camera even een beetje verzetten. Ik heb hier een hele mooie oude sarong liggen. Ik wil deze ook even laten zien om uit te leggen hoe dat zit met het hoofd en het lichaam. Dus dit is eigenlijk het hoofdmotief en dat noemen we dan de badan. En dit is dan de kapala en dat is dan het hoofd. Dus het lichaam en het hoofd, sorry, ik zeg het verkeerd om. En ik heb even een goedkopere variant om in te laten zien hoe het knopen werkt. Dit is wat, wat die mannen dus allemaal dragen op die foto ook. En het is heel grappig, want er zit dus ook echt een kledinglabeltje aan. En dan hebben ze zelfs het merk ook gesigneerd. Wacht even hoor. Waar zit die? Hier. Erop. Dus je weet helemaal welke brand sarong je draagt. Nou, en dit is dus vrij makkelijk, omdat het is gewoon, je kunt erin stappen. Ga ik even doen. Nou, en het hoofd, als je die dus aan de voorkant wil, hou je hem dus eigenlijk in eerste instantie aan de achterkant. En het makkelijkste wijze is eigenlijk dat je het gewoon omslaat. Dus het is eigenlijk vrij simpel. En dan wordt het gewoon omgewikkeld. En op het moment dat je het dus omslaat, heb je je rok aan. En om het netter te doen, wordt er vaak dan gebruik gemaakt van nog een extra band bovenaan. En wat de mannen dus veel al doen, is dan dus vaak, dan houden ze het lichaam aan de achterkant, in het midden. En dan wordt het gewoon eigenlijk heel losjes gedragen. Zo slaan ze het over elkaar heen, zo dus. En dan wordt het weer gedraaid. En dan heb je een veel wijdere rok. Dat is het grootste voordeel ervan. Dus dat is bij de mannen een hele populaire manier van het dragen. En eigenlijk is het dus ook op het moment dat het gewoon omgedraaid is, blijft het zitten. Dus dat zijn twee hele simpele manieren. Maar dus, ja, die vouwwijzen die worden dus afgewisseld. Dus er wordt soms een hele mooie waaier van gevouwen. Daar zit heel veel variatie in. Maar dit zijn gewoon de basis manieren om het te doen. Je vertelde net ook al dat er toch wel misschien een beetje verschil is ook tussen stand, tussen arm en rijk. Wie wat kan dragen, maar dat er ook heel veel persoonlijke smaak bij komt kijken. Ja. Maar is het dan ook toch nog een soort van statussymbool als je een bepaald soort batik hebt? Zeker. Het was eigenlijk zo dat, simpelweg hoe meer kleuren, hoe duurder. Maar ook natuurlijk in de tijd dat het nog natuurlijke kleuring was, had je daar dat, natuurlijk dat indigo was het duurste om te hebben erin, het meeste werk. Dus als je heel veel blauw in je doek had, kon je eigenlijk laten zien dat je heel veel rijkdom had. Dus je had in Nederlands-Indië eigenlijk dat heel veel Nederlanders en Indo-Europeanen heel veel doeken met blauw droegen. En ook of vaak meerdere kleuren. En met synthetische kleur was het natuurlijk dat ineens konden ze veel sneller en veel makkelijker allerlei kleuren aanbrengen. Maar werd er veel meer eigenlijk geketerd op bevolkingsgroep. Dus je hebt echt hele andere kleurcombinaties voor mensen met een Chinese achtergrond of mensen met een islamitische achtergrond. En dat kun je dus ook eigenlijk tonen als een soort visitekaartje. Bijvoorbeeld hier het doek wat hier achter mij hangt, heeft een specifieke kleur rood. En die wordt ook eigenlijk bedoeld voor een specifieke groep Peranakan-Chinezen. En ik zou die dan wel kunnen dragen, maar dan geef ik eigenlijk een rare boodschap af. En eigenlijk dus gewoon hoe rijker je, of hoe duurder je kleding, hoe rijker je was. Dat is eigenlijk in alle tradities wel zo. Ja, en dat was in batik niet anders. Dus je kon gewoon echt pronken met het feit dat je gewoon een hele hoge kwaliteit of een heel fijn gemaakt doek had. En je had natuurlijk ook imitaties, dus neppers. Dus als je geen geld had voor een echte batik, dan kocht je of een met chap gemaakt, met stempel, of een met een geprinte, een neppert.
Dus daar zat natuurlijk ook nog verschil in. Ja. En er zit ook nog eens verschil tussen mannen en vrouwen, wat ik. Ja, ja, het is wel zo dat eigenlijk. Ja, sowieso zijn nu die lijnen heel erg vervaagd. Eigenlijk kun je alles dragen, het is niet meer zo nauw genomen. Maar je had van oorsprong uit motieven die werden gezien als wat vrouwelijker. Dus heel veel dingen met bloemen of gewoon wat fijnere patronen werden meer als vrouwelijk gezien. En mannen hadden dan vaak grotere patronen of grover opgezet of meer herhalende motieven. Maar ja, ik ben al foto's tegengekomen waarin ook weer die, dan kom je het ene verhaal staat in het boek, maar je komt een foto tegen waarin iemand totaal iets anders draagt. Dus dat is allemaal niet zo heel erg lijnig. Er was onderzoeker Peter Lee, die zei laatst van, ja, het was maar net waar je geld voor had en waar je smaak lag, wat je droeg. Dus als je als man dan een heel bont boeketan, dus een boeketpatroon wilde dragen, dan deed je dat gewoon. Ja. En vandaag de dag, zie je dat ook nog veel gedragen wordt? Of is het echt meer iets geworden voor speciale gelegenheden? Of? Ja, het is eigenlijk, nou, het is natuurlijk bij bruiloften nog steeds wel echt belangrijk. En dan komen ook alle gasten in batiks. En het mooie is bijvoorbeeld bij echte vorstelijke families, dan komt ook iedereen in een patroon die hoort bij hun familie. Dus dan kun je echt herkennen van, oh, die heeft dat motief aan, die hoort bij die tak. Eigenlijk is het bij iedereen dus heel belangrijk om batik te dragen en te geven. Het is een heel populair cadeau nog steeds. Als schenking als je verloofd bent of als je een geboorte komt, dat soort dingen. Maar het is natuurlijk net als, het heeft een beetje een twist. Dus zeg maar, de bruid zou wel echt een sarong, klassieke sarong dragen, maar de gasten komen dan gewoon in een jurk gemaakt van batik. Of de heren is natuurlijk de blouse enorm populair. De batik blouse is ook sinds volgens mij de jaren 60 officieel nette dracht in Indonesië. Dus als jij voor de overheid werkt of als jij een speciale belangrijke gelegenheid moet doen, kun je in een batik hemd komen en dan ben jij netjes gekleed. Dus die zie je echt het meest eigenlijk. Maar die zijn natuurlijk niet altijd dan echte batik, helaas. Soms is het alleen maar een batik motiefje. Ja. Ik ga even kijken naar de chat, want ik zie dat er heel veel leuke vragen binnen zijn gekomen. Okay. Even kijken hoor, wat kan er doorheen scrollen als het goed is. Ik zie hier de vraag, wordt de was die in bad wordt uitgewassen opnieuw gebruikt? Ja, het wordt niet gebruikt om weer de fijne lijnen mee te zetten, maar het wordt eigenlijk gebruikt om te blokken, zoals ze dat dan noemen. Dus je hebt een batik wordt eigenlijk tweezijdig aangebracht, zodat het als het in het verfbad gaat, de verf ook niet doorheen bloedt, zeg maar. En dan wordt vaak voor de achterkant wordt dan die was die hergebruikt wordt gebruikt om grotere vlakken op te vullen. Dus het wordt echt hergebruikt en soms is die was dus ook echt gewoon gitzwart van de hoeveel keren dat het gebruikt is. En ik kan me voorstellen dat het heel goed werkt op katoen. Maar ik zie hier ook een vraag. Wordt het altijd met katoen gewerkt? Of ook met andere stoffen? Ja, het kan echt op heel veel stoffen. Het wordt ook heel veel op zijde gedaan. Is wel moeilijker omdat je natuurlijk heel makkelijk door de zijde brandt. Maar het is wel heel populair. Daarnaast gebeurt het bijvoorbeeld ook op leer. Het wordt zelfs op hout gedaan. En daarnaast zijn er nu steeds meer experimenten op andere stoffen, maar dat ligt een beetje aan, als het te synthetisch is, dan smelt het gewoon. Dus er zijn wel mensen die daarmee experimenteren, maar eigenlijk is katoen het allermakkelijkst. Ook omdat als je dus echt eruit wil koken, is katoen gewoon het stevigst. Ja. En als je dat op die andere stoffen doet, mag je dan nog wel batik noemen? Of is het echt alleen batik op katoen? Nee, dat heet ook gewoon batik eigenlijk. Okay. Omdat eigenlijk gaat het dus meer over het feit dat je uitspaart met was dan dat het op welke ondergrond je het doet. Ja. Ik zie hier ook nog, wordt batik alleen gebruikt voor kleding? Nee, zeker niet. Het is ook bijvoorbeeld populair als wallhanging. Het werd bijvoorbeeld door de Chinese bevolking op Java ook gebruikt als speciale. Die maken eigenlijk van die deurhangers met geluks. Tekens erop en die maakt ze dan in batik. Het is ook als altaardoek gebruikt.
Dus het is echt heel veel variaties. En natuurlijk is het nu super populair als kussentjes en decoratie en zo. Dus het is echt textiel in de breedste zin van het woord. Ja, dus je komt het eigenlijk wel op elke vlak tegen. Ja. Ik zie iemand die hier geïnspireerd is. Worden er ook cursussen gegeven? Ja, ik geef dus normaal wel workshops. Ik heb het helaas dit jaar nog na januari niet meer gegeven. Dat komt eigenlijk omdat wat ik het leukste werkt als je gezamenlijk om een waspan kunt zitten. En ook de verschillende chantings kunt uitproberen. Omdat het nogal, elke chanting heeft een andere lijn en je wil dat een beetje uitwisselen. Dus ik heb het op dit moment nog niet een manier om het COVID-proof te doen. Maar ja, hopelijk dus volgend jaar dat het wel kan. En ja, of eventueel een ongezelligere variant, maar dat liever niet. Omdat dat ik toch echt iets is waar je ook bij elkaar moet afkijken en een beetje moet helpen en zo. Dus ik hoop dat het straks weer kan. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het nu leuk vinden om weer te gaan doen. Nu ook handwerk en zo weer heel populair wordt. Ja, precies. Ja. Leuk. Kijk, wat hier nog meer wat leuk allemaal in de chat. Is er ook iets bekend over de betekenis van de symbolen en de figuren? Zeker. Ik doe dus zelf heel veel onderzoek naar de patroonleer. Dus naar wat de motieven betekenen en wat daarmee uitgedragen wordt. Je hebt natuurlijk heel veel patronen die veel meer iets vertellen over de omgeving. Dus het zijn gewoon eigenlijk letterlijk plaatjes van welke planten komen hier voor. Bijvoorbeeld zeewier is heel populair. Je vindt ook heel vaak afbeelding van kippen op batik. Maar eigenlijk heeft elk motiefje een naam en dus ook wel een betekenis. En soms zijn dat algemenere dingen. Heel veel zijn natuurlijk gelukssymbolen. Maar het grappige is ook dat eigenlijk soms heb je hetzelfde motief op verschillende plekken. Maar elke maker zou dan net een andere uitleg ervoor hebben. Dus het is altijd wel even zoeken van wat is het oorspronkelijk op gebaseerd en wat betekent het nu? Maar het heeft heel veel dus te maken met de Javaanse cultuur, symboliek. En daarnaast aan de Noordkust vind je dus allerlei invloeden van buitenaf. En dat is heel leuk. Dus je kunt daar dingen zien uit India, uit Nederland, uit China. Dus je komt daar heel veel verschillende, ook Arabische motieven tegen. En die zijn eigenlijk allemaal weer verwerkt in de doeken daar. Mooi. Ja. Even kijken. Hier vraagt iemand, kan je iets vertellen over de periode in de 19e eeuw die je hebt gekozen met betrekking tot welke batiks je gaat onderzoeken? Hoe je aan de start- en de einddata komt? Ja, heel specifieke datums inderdaad. Dat heeft er dus mee te maken dat eigenlijk rond 1840, 1850 begon er een verandering plaats te vinden in de batiks. Gewoon, dat kunnen we zien aan de hand van de batiks die verzameld zijn en gedateerd zijn. En er kwamen dus op een gegeven moment batiks die echt ineens Nederlandse taferelen erop hadden. Of meer een Europese motiefleer. En dat zit soms in subtiele veranderingen, soms heel opzichtig. Ik bedoel, er zijn bijvoorbeeld batiks bekend met rood kapje erop. dus het zijn echt, er kunnen best wel opvallende dingen in zitten. Maar die begindatum is dus gekozen, of hebben ze altijd gedacht dat het rond 1840 was. Dus tot 1890 begon die ontwikkeling eigenlijk. En om eigenlijk iets preciezer te weten hoe dat nou in elkaar zit, hoe we die batiks eigenlijk moeten klassificeren en wat nou precies die invloed is. Omdat soms kan iets gezien worden als typisch Javaans. Bijvoorbeeld een wayangpop op batik is heel lang gezien als iets typisch Javaans. Terwijl in Indonesië wordt dat dus ervaren als iets wat door Europeanen kwam. Omdat het ineens juist de nieuwkomers waren. Die dachten, wat leuk, een wayang op een batik, dat kan natuurlijk ook. En dat was daarvoor eigenlijk nooit gedaan. Dus zo heb je ook dingen die niet in eerste instantie heel duidelijk een Europese invloed zijn, maar het wel zijn. En die probeer ik eigenlijk in kaart te brengen. Om zo eigenlijk meer over onze gedeelde geschiedenis ook te weten te komen. Zal ik vermelden, staat ook nog heel leuk bij de vraag, leuke oorbellen. Ja, precies. Kan ik altijd laten zien hoe het werkt met de chantings. Heel leuk. Nu nog de vraag, waar worden de stempels van gemaakt? Het is allemaal koper, dus de stempel ook. Het zijn eigenlijk, het is lastig nu te zien, maar het zijn eigenlijk dunne strips koper, die dus gevouwen worden.
Maar het wordt, tegenwoordig worden ook eigenlijk snellere chaps met karton gemaakt. Dat werkt net schijnt ook, maar dan kun je er minder vaak mee stempelen. Maar het voordeel van koper is weer dat je het eigenlijk kunt omsmelten en er weer een nieuwe van kunt maken. Dus, en dat is ook gebruikelijk om dat te doen? Ja, het is natuurlijk op een gegeven moment ook populair geworden om chaps te kopen als sierobject. Dus heel vaak nu, als ze beschadigd zijn, worden ze gewoon verkocht. Maar het was eigenlijk vroeger gebruikelijk om het gewoon dan, als een motief niet meer populair was, om het gewoon om te smelten en een nieuwe te maken, ja. Even kijken, ik zie hier nog, is er veel invloed van batik in de mode? Nou, het is wel grappig dat dus, omdat ik dus 10 jaar geleden begon, toen was eigenlijk batik dus nauwelijks te zien in het straatbeeld in Indonesië, maar ook niet hier eigenlijk. En eigenlijk de laatste jaren zijn hier ineens heel veel kleine labeltjes begonnen die batik promoten. Alleen, ja, dat is eigenlijk bijna allemaal met geprinte stoffen. Dat is eigenlijk het grote nadeel. Dus echte batik blijft nog steeds, omdat het natuurlijk, er zit een kostenplaatje aan, dat is logisch. Daardoor wordt er eigenlijk toch weinig gebruik van gemaakt in de mode. Maar ja, het is wel de duurzaamste optie. Dus het heeft nog wel, zou nog wel beter kunnen zijn. Dus je ziet het wel, maar dan is het meteen ook best wel aan de prijs, zullen we maar zeggen. Zowel hier als daar. Dus ook al vaak omdat labels dan er ook meteen voor kiezen om bijvoorbeeld te experimenteren met natuurlijke kleuren of met lokaal gesponnen weefsels. En dan wordt het in één keer allemaal wat prijziger, ja. Een leuke vervolgvraag hierop is wel, hoe kun je het verschil zien tussen een geprinte nepper en een echte batik? Ja, dat is een goeie. Heel simpel trucje is eigenlijk doek. Het eerste trucje wat ik eigenlijk al doe, is het doek aan twee kanten bekijken. Een batik is dus altijd, als een batik goed gemaakt is, is het dus aan twee kanten eigenlijk identiek. Omdat ze dus de was aan twee kanten aanbrengen. En je hebt dus aan twee kanten dus even sterke kleur. Bij een print is het heel vaak dat aan één kant de kleur maar goed is en de andere kant niet. En daarnaast onregelmatigheden. Een batik is handwerk. Of het nou een chop is, dus met een stempel of met een chanting. Het is met de hand gedaan. Dus je gaat er op een gegeven moment foutjes in zien. En heel vaak bij die geprinte stoffen, omdat het gewoon uit de machine rolt. En het dan vaak een grotere afdruk is die herhaald wordt. Zitten die foutjes er niet in. Dus dat zijn in ieder geval twee trucjes. En vaak is geprinte stoffen zijn vaak ook niet echt van goede katoen. Dus batik wordt heel vaak op hoge kwaliteit katoen gemaakt, omdat het al een kostbaar product is. Dus je kunt soms vaak ook al gewoon aan de kwaliteit van het katoen, als het heel dun en glad is, dan is het waarschijnlijk geen echte batik. Maar goed, het gaat nog wel eens mis hoor. Ik krijg nog wel eens cadeautjes van mensen. En dan is het toch een geprint doek. Het is nog niet altijd even makkelijk. Dus . Maar ik heb wat tips op mijn blog staan. En ik kijk ook altijd graag mee. Als iemand bijvoorbeeld een doek in zijn bezit heeft en denkt, ik wil het weten. Kunt me alle foto's sturen en dan kan ik kijken van, wat is het, zeg maar. Zou het nou ook zijn dat zo'n nepper langer mooi blijft? Want ik kan me wel voorstellen dat een batik, als je hem gaat wassen, minder goed van kleur wordt misschien? Nou, het is dus eigenlijk omdat een batik dus al doorgekookt water gaat, is het echt best wel goed. Gewoon. De kleur is natuurlijk, het is ook gemaakt om in tropisch weer te dragen, in een tropische zon. Dus eigenlijk is de geprinte stof is echt fast fashion. Dus het is vaak ook echt van lagere kwaliteit. Het is dan ook vaak gewoon echt veel goedkoper. Meestal wordt het niet veel goedkoper verkocht aan toeristen. Dat is dan het grote nadeel ervan. Maar bijvoorbeeld, omdat je hebt dus verschillende namen. Op de markt wordt batik met een echte batik met de naam Batik Tulis of Batik Chap verkocht. Terwijl batik print is dus, print staat dus voor dat het geprint is. En dat zijn maar net dingen die je moet weten. Dus het is ook een kwestie van bij de verkoper vragen van, nee, ik wil echt een batik Tulis. Dan moet je soms wel even doorvragen. Maar dan komt het toch vaak wel even, komen ze met echte doeken. Ja. Ik zie hier nog, waar komt het dragen van een sarong of een puntje vandaan? Heeft het dat met het klimaat te maken?
Ja, eigenlijk zie je de vorm van een sarong kabaya, dus zo'n blouse met een kokerrok eronder, eigenlijk over heel Zuidoost-Azië wel terugkomen. Dus ook de verschillende weefsels worden eigenlijk op dezelfde manier gedragen, dus als het kokerrok dichtgenaaid. Het is natuurlijk, katoen is natuurlijk heel lekker luchtig. En de kabaai is eigenlijk iets wat pas later ontwikkeld is. Dus eigenlijk van oorsprong werd er gewoon een smaller doek bovenom gewikkeld. En dat is pas later een blouse geworden met schouderbedekking. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de koloniale beïnvloeding, dat kledingvoorschriften veranderden. Dus vrouwen moesten zich op een gegeven moment meer bedekken. En daar is eigenlijk die kabaya uit voortgekomen. Maar de kokerrok, die kom je eigenlijk daar overal tegen. Ja. Ik zie hier nog de vraag, gebruik je ook batik in je beeldend werk? Heb je volgens mij al wat over verteld? Misschien kun je nog wat meer over vertellen? Ja, ik heb in mijn werk dus altijd patronen gebruikt. En ik ben me op een gegeven moment dus meer met batik bezig gaan houden. Mijn laatste werk is dus echt de film Tari Batik. Daarin komt ook echt letterlijk het maakproces van batik voor. Maar ik gebruik ook gewoon heel veel de motieven. De techniek batik gebruik ik ook af en toe. Het is maar net, het voordeel van beeldkunst is dat je heel veel verschillende media's kunt gebruiken. Maar ik heb dus net een batik gemaakt. Die is nu onderweg naar Amerika, naar een batikkunstenaar daar. Die gaat een tweede laag erop aanbrengen. En dan gaat de batik naar Indonesië. En dan gaat daar een andere vriendin van mij derde laag erop maken. En dan hebben we met z'n drieën één batik gecreëerd. En dat is eigenlijk ook een project wat ik dan doe als een soort van onderzoek en tegelijkertijd werk maken. Dus batik blijft altijd terugkomen in mijn eigen werk. Ja. Leuk. Even kijken. Is er ook sprake van een rouw- of huwelijksdracht? Ja, zeker. Voor rouwdracht, het is eigenlijk een beetje afhankelijk van welke bevolkingsgroep je hoort. Maar het is eigenlijk heel vergelijkbaar dus met ons, dat donkere kleuren horen eigenlijk bij de rouw en vrolijke kleuren bij feestelijkheden. Het is bij rouw zo dat bijvoorbeeld op een gegeven moment de blauw-witte doeken werden echt omarmd door de Chinese bevolking als rouwdracht. Dus dat waren eigenlijk doeken waar juist de Indo-Europese in trouwden. Dus je had zeg maar contrast tussen wat gebruikt werd door wie afhankelijk van zijn achtergrond. Maar nu is het eigenlijk met trouwen zo dat eigenlijk de meest kostbare doeken daarvoor gebruikt worden. Die worden ook vaak op bestelling gemaakt. Dus als je bij een... Ik heb zelf meegemaakt dat ik een prachtig doek zag en dat ik die gewoon niet kon kopen. Want ja, de bruid zat daar op te wachten. En daar zijn ze dan ook echt soms wel een paar maanden, soms wel 6 maanden mee bezig. En dan is het gewoon echt, je neemt dan een doek wat te maken heeft met jouw regio, het liefst in een klassiek motief wat daarbij hoort, en ook met een patroon wat al vaker gebruikt is voor bruiloften. Dus dat is vaak motieven met lotussen, hanen zijn populair, dus het zijn veel dingen die dan te maken hebben met trouw en familie en dat soort dingen. En bij rouw gaat het eigenlijk meer omdat je niet te opzichtig, liefst geen rood erin. Dus het moet allemaal wat meer toned down zijn, ja. Dus een beetje eigenlijk zoals wij ook zouden trouwen, feestelijker en de anderen juist meer ingetogen. Ja. En worden zulke ook herdragen? Heb je überhaupt veel batiks? Batik wordt eigenlijk, je hebt natuurlijk de batiks voor de speciale gelegenheden, maar die worden eigenlijk binnen de familie doorgegeven, of dat was eigenlijk de traditie. Dus je krijgt bijvoorbeeld een batik, een soort schouderdoek, een slendang, als een baby geboren wordt. En als die baby dan ouder is, krijgt hij dat doek weer om dan zijn kind weer in te dragen. Dat is eigenlijk de traditie. Je hebt dan natuurlijk doeken die gewoon echt alleen maar gedragen werden bij de bruiloft. En vaak werden mensen daar ook weer in begraven. En daarnaast heb je nog gewoon de gewone batik. Want er wordt natuurlijk ook gewoon een snellere, goedkopere variant gemaakt, zeg maar. Dus je hebt de gewone dag-tot-dag tracht en de wat luxere. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dames die alleen maar hele hoge kwaliteit mooie batiks dragen. Het is ook maar net wat je kunt veroorloven. Maar over het algemeen wordt er wel echt een verschil gemaakt tussen wanneer je dan die speciale stukken draagt. En die worden wel eigenlijk binnen de familie gehouden. Dus die worden weer doorgegeven aan de kinderen en kleinkinderen. Ja.
Ik zie hier ook nog heel terecht de opmerking staan dat in de jaren 70 een hele batik-hype was. Zeker. Maar in het begin 20e eeuw was men er ook nogal fan van. Ik denk dat het een reductie is op hoe het met de mode nu zit. Ja. Even kijken, ik zie hier nog een vraag. Je gaf aan dat batik pas recent in het Nederlands straatbeeld meer te zien is. Heb je een idee wie dat dan zijn, wie dat dragen? Ja, het is natuurlijk vooral eigenlijk de diaspora of de mensen met wel Indonesische roots. Is het heel populair nu onder. Het is eigenlijk iets wat opgaand is tegelijkertijd met dat je bijvoorbeeld in de diaspora van de Afrikaanse afkomstgemeenschap of Surinaamse gemeenschap heel veel waxprint ineens zag. Dus dat ging eigenlijk een beetje gelijk op. Dus het is niet dat heel veel mensen die niet een connectie hebben met Indonesië dragen. Dus het is wel vaak de groep die vanuit thuis het meegekregen heeft, ja. Even kijken. Ik krijg hier ook nog andere vragen binnen. Zijn er ook koloniale invloeden terug te vinden in de motieven? Ja, het doek hangt nog niet in het Wereldmuseum, maar komt misschien nog wel. Er zijn dus batiks met oorlogstaferelen erop, waarin dus specifiek overwinningen van de Nederlanders afgebeeld werden op batiks. En die werden dan cadeau gedaan aan hun lokale vrouw. Dus dat was dan helemaal geen Nederlandse vrouw die zo'n doek kreeg. En dat zijn wel hele pittige doeken, omdat er echt dus veel slaag op afgebeeld wordt en slachtoffers weggedragen worden en... Heel gek dat op zoiets wat zo mooi is, zoiets lelijks afgebeeld kan worden. Dat zijn eigenlijk de meest opvallende. Andere dingen zijn veel subtieler. Dus er worden heel veel sprookjes afgebeeld. Dat is natuurlijk heel gek om ineens rood kapje of door een roosje te zien. Volgens mij hangt nu het assenpoester motief in het Wereldmuseum. Dus daar staat dan assenpoester op afgebeeld. En dat is natuurlijk niet echt koloniaal, maar het was ook niet echt typisch Javaans om zo'n sprookje erop af te beelden. Dus ja. Ik heb hier ook nog, ik denk misschien wel de laatste vraag. Ja, precies. Het gaat hard. Het gaat hartstikke goed. Heel leuk. Ik krijg hier nog, je komt ook wel eens houten stempels tegen waarmee met inkt geprint werd bij andere stoffen. Worden die ook wel eens gebruikt bij batik? Nee, eigenlijk niet. Ze werden wel gebruikt soms om dus het motief als een soort van voorstudie af te drukken. En dan werd het overgetrokken met de chanting. Maar voor de was werd eigenlijk altijd de chap gebruikt. Het kan zijn dat het echt heel vroeger gebruikt werd. Maar de chap kwam al begin 19e eeuw werd hij al uitgevonden. Dus dat is eigenlijk vrij snel, heel snel omarmd als stempelwijze. Ja. Is denk ik de laatste vraag dan misschien wel. Wat leuk. Ik heb in ieder geval zelf superveel geleerd. Ik hoop dat je het leuk vond ook om wat te vertellen. Zeker. Ook dank aan de commissie Dagen die jou hebben opgespoord om dit te regelen. Heel super. Ja. Ik wil nog even vermelden dat de volgende ledenbijeenkomst 11 december is. En dan gaat, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Ilse Gegoor vertellen over de functies van filmkostuum. Dus weer heel iets anders, maar ook hartstikke leuk. Zeker. Maar nogmaals, dank Sabine en dank iedereen die hier vanavond bij was. En dan hopelijk tot 11 december. Ja, precies. Dank jullie wel voor het komen. En ik hoop dat we een beetje aan al jullie vragen toegekomen zijn. Ik denk het wel. Je hebt zoveel beantwoord. Heel fijn.